De Risk to Resilience World Tour is terug. En namens Trend Micro nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan het evenement op dinsdag 16 april in Amsterdam. Cyberrisico's die reizen de pan uit en zijn het zoveelste element waar organisaties rekening mee dienen te houden in de eindeloze strijd tegen cyberaanvallen. Het voorkomen of zelfs het uitbannen van cyberrisico's is onmogelijk. Hoe moet jij nu vanuit jouw organisatie hierop inspelen? Vanuit Trend Micro geloven we erin dat veerkracht het belangrijkste ingrediënt is tot een succesvolle cyberrisicostrategie. Vandaar ook Risk to Resilience. Tijdens deze editie van het World Tour Event volg je sessies van Trend Micro experts. Zoals die van Rens Buijen, verantwoordelijk voor Global Incident Response binnen Trend Micro. Die vertelt je over de toekomstige dreigingen die ons mogelijk te wachten staan. Erik Skinner, verantwoordelijk voor Product Strategy and Development, vertelt je over de risico's, maar zeker ook de kansen van generative AI. Daarnaast hoor je van onze klanten, zoals Sligro en Centrofos, hoe zij hun strategie en beleid rondom cyberrisico's hebben opgebouwd. Oscar Coureau, CISO van het ministerie van VWS, vertelt zijn perspectief over NIS 2. Natuurlijk kunnen onze partners tijdens deze dag niet ontbreken. Onze partners Dept en AWS geven hun visie over de cruciale rol van cloud security in het digitale landschap. We hebben het programma zo divers mogelijk opgesteld, want we begrijpen dat het beveiligen van jullie omgeving is een omvangrijke, maar ook een hele serieuze taak. Maar er moet ook ruimte zijn voor ontspanning en een klein beetje fun. En daarom hebben wij comediant Najib Amali uitgenodigd om deze dag af te sluiten. En niet te vergeten de unieke locatie waar dit evenement plaatsvindt, Amaze in Amsterdam. Een fantastische audiovisuele ervaring waarin je je waant alsof je in een computernetwerk zit. Laat je inspireren. Prikkel je zintuigen en sluit de dag vooral af met een lach. Je kunt je nu inschrijven via de link onder in deze video. Zien we je daar? Tot ziens!